Hele goedemorgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Jordi die is al vrij vroeg wakker geworden, maar die had behoefte aan knuffels van papa en mama. En een schone luier, dus die heeft bij ons nog even in bed gelegen. En uiteindelijk is Niels uit bed gegaan, heeft hij mee naar beneden genomen. Ben ik ondertussen ook rustig aan opgestaan. En heb ik hem zijn fles gegeven. En het is nu bijna 8 uur. En Liam krijgt nu zijn fles. Mijn ouders hadden per ongeluk de speen gewisseld van een M naar een L van Liam, want Liam had de M. En ik zat al te twijfelen. Ik denk, heeft hij niet een L nodig? En toen kwam mijn moeder erachter dat hij daar eigenlijk best goed mee deed. Dus hij heeft nu ook een L-speen. Dus ik heb ook gelijk even bij de Difrax spenen en alles besteld. Zodat hij in ieder geval zijn eigen speen heeft, want deze is nu van Jordi. Ja, die komen ook in deze dagen binnen. Dus ja. Wordt groter, hè? Een ventje. Ja. En hij heeft ook heel goed geslapen. En ja, wat heb ik nog meer te melden? Oh, dadelijk heb ik logopedie via Zoom. En ja, verder... Kijken wat de dag brengt. Blijven denk ik gewoon thuis. We gaan nergens heen of zo. Hoef ook niet naar de winkel. Dus dat is ook een voordeel. Gewoon lekker relax en chill. Gewoon lekker zijn flesje te drinken. En die gaat dadelijk naar bed. Liam heeft al zijn fles gehad en die ligt al op bed. En we hebben vanochtend logopedie gehad. En nou, dat ging redelijk. Hij kreeg wat dingetjes nieuw aangeboden. Dus daar moet hij even aan wennen. Maar hij deed in principe wel oké. Maar het gaat erom dat we dingen moeten blijven gaan herhalen enzovoorts. Dus dat waren weer nieuwe dingetjes die we nou de komende tijd even gaan herhalen. Plus volgende week was ze er niet. Dus dan hebben we 2 weken de tijd om eens te gaan kijken hoe lang hij nodig heeft om iets nieuws te gaan leren. Dus daar zijn we mee bezig. En ik heb vandaag ook het consultatiebureau gebeld. En gelukkig was Bianca daar, want ik wacht al, nou, ik denk 3 weken op een medische verklaring voor een medisch kinderdagverblijf. Die zou opgestuurd zijn, maar ik heb hem nu nog steeds niet. Dus ze hebben hem opnieuw uitgeprint. En gelukkig was Bianca daar met Milo, want die had controle. Dus ik zei, geef hem maar aan de tante mee van Jordi. Ik zeg, want ja, ik zeg, dan kan ik hem straks ophalen. Ik zeg, en dan kan ik alles in gang gaan zetten. Dus daar zijn we ook mee bezig. En ja, wat nog meer? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb voornamelijk met de kindjes ben ik bezig geweest en dat geregeld. Dus, heel eventjes nog genieten van deze vent. En dan gaat hij daar naar bedje toe. En dan kan mama even eten. De jongste zoon van mij, of nou ja, één na jongste zoon. Is inmiddels al even wakker. En Jordi is nu net aan het wakker worden. En het is bijna 4:30. Ik kreeg hem niet wakker. Hallo. Ben je nou wakker? Hé, knappe vent. Hé, knappe vent. Hij gaat zich nog verstoppelen. Net zijn moeder als ze net wakker wordt. Die verstoppelt hij ook altijd. Ja, ik heb eten gemaakt. Rundergoulash à la Mandy. Beetje verkeerd licht. Rundergoulash à la Mandy. Dat betekent dat ik het niet met stoofvleesachtig iets doe, maar met runder gehakt. En dat eten we dadelijk. Ik hoef alleen nog maar rijst te koken en dan is dat weer klaar. Ja. Hij wil nog niet wakker worden. Nou, ik ga hem heel even uit bed halen. Even wakker laten worden. Even randje geven. En dan zien we wel weer hoe het allemaal loopt. Kindjes slapen. Man lief slaapt. Krijg je ervan als ze 's nachts wakker worden, hè?
dan ben je moe. Ik heb er zelf ook last van, hoor. Ga zo ook naar bed. Liam, die heeft straks alles ondergekitst. Ik was op dat moment niet thuis. Want ik was eventjes die brief ophalen van Jordi. Voor het medisch kinderdagverblijf. Waar ik morgen dan mee verder kan. Maar Liam had alles helemaal ondergespuugd. Oh. En Niels heeft alles helemaal opgeruimd. Wat een papa, hè. Maar ja, dit is de eerste keer dat Liam dat ooit heeft gedaan. Dus hij was daarna wel opgelucht. Dus maar ja, we weten ook niet waar het vandaan komt. Hij is niet ziek of koorts. Of... kan gewoon ooit een keer gebeuren dat iets niet lekker zit. Kan. En ja, verder hebben we niet zo heel veel gedaan. Niels en ik zijn nog eventjes rond de tafel gaan zitten. Omdat we bij Jordi bepaalde dingetjes standaard op de dag willen gaan doen. En dat is eigenlijk een beetje wat we vanavond hebben gedaan. We hebben niet heel veel bijzonders gedaan. Dus ja. Maar ja. Ik ga zo ook lekker mijn bedje in. En ik neem deze papa mee. Hieronder. Ligt een hondje. Hallo hondje. Was je verstoppeld? Was je verstoppeld? Die ligt al de hele tijd daar. Dus, maar goed. Ik wens jullie alvast wel trusten. Wij gaan lekker naar bedje toe. En tot de volgende dag. Die komt nu. Een hele goede morgen. Ik denk dat de kindjes een beetje de tijdverandering, dat die het een beetje aan beginnen te wennen. Want ze waren om. Nou, Liam was om 6 uur wakker. En Jordi was om 7 uur wakker. En Liam is weer in slaap gevallen toen hij zijn tut had. Dus ja, ze waren 7 uur, 6:45 waren ze allebei wakker. Dus dat doen ze goed. En nu is Jordi lekker aan het spelen. En Liam die ligt lekker in de box te chillen. En mama is van alles aan het doen hier. Wat ben je aan het doen, Jordi? Juffie, juffie. Wat ben je aan het doen? Liam die ligt lekker in de box. Ben je allemaal aan het doen dan? Ja. Ja. Ik doe pas filmen als de kindjes straks weer uit bed zijn. Ze hebben net een fruitje gehad. En ik heb ontzettende bandenpijn. Dus als de kindjes daar op bed liggen, ga ik even ook liggen. Even rust nemen. Even... Het is echt een steek in de pijn, laat ik het zo zeggen. Dus ik hou me even rustig. En laat ik de kindjes op een gegeven moment weer op bed leggen. En dan even niks doen. Want, ik heb het met Liam toen ook gehad rond deze tijd. Met Jordi kan ik me eigenlijk er niet echt van herinneren. Maar nu, met Liam kan ik me eigenlijk er wel herinneren. Dus ik moet eventjes even rust nemen. Ik heb eventjes iets te veel hooi op mijn vork, denk ik. Maar ja, Jordi zit nu een paar chipjes te eten. Dat is een oefening dat hij de chipjes zelf moet pakken en in zijn mond moet stoppen.
En Joefie zit even in de bench, want die zat bij Jordi intens te vervelen. En dat kan ik op dit moment eventjes niet handelen. Dus ja, ik... Joef, laat dat. Hey, nee. Joef, die zat echt Jordi heel erg te vervelen. Nou ja, normaal heb ik altijd de rust daarvoor, maar ik heb het nu even niet. Dus die zit even in de bench, totdat Jordi klaar is met zijn chippies. En ja, dus dat. Ik wil toch nog één ding even laten zien. Jordi is chippies aan het eten. En Liam die is ook iets van chippies aan het eten. Tenminste, ik noem het zo. Goed zo. Goed zo. Dat zijn deze. Ik heb ze in verschillende vormen, soorten, maten in huis. Dan doen we oefenen, hè, Liam. Ze zijn lekker. Is het lekker? Ja? Wil je er nog eentje? Goed zo. Ja, dat is lekker. Dit is aardbeien bananensmaak. Ik heb ze in naturel in huis. Ik heb ze in bananensmaak. Alleen in aardbeien. Ik heb ze in een kruidenvormachtig iets in huis. Ik heb ze in van allerlei soorten en maten smaken. Is ze lekker, hè? Ja. En je grote broer heeft nibbetjippies. Ja. Wat is er, Jordi? Ben je klaar met je chippies? Dat is lekker. Wij zijn heel eventjes naar hun slaapje aan het wandelen gegaan. En dan zijn we weer thuis. Ja, we zijn even gaan wandelen. En ik heb gelijk heel eventjes bij de kruidvat deze gehaald. Die waren weer in de aanbieding. Dus die hadden we nodig. Dus die heb ik even gelijk gehaald. Nu ga ik heel eventjes Jordi zijn luier doen. En zorgen dat de kindjes lekker eventjes hun ding doen. En dan zo dadelijk eten maken. We zijn straks thuis gekomen zoals jullie zagen na het wandelen. En toen heb ik al eten gemaakt voor de kindjes en voor Niels en mij. Toen hebben we gegeten. Daarna hebben we de kindjes gauw in bad gedaan. Toen hebben we nog eventjes gezellig met z'n viertjes lekker geknuffeld en gekroeld. Nu liggen de kindjes weer op bed. Is Niels even sporten. En ik ga ook op tijd naar mijn nest. En bij deze ga ik deze upsen nou ook afsluiten. Want dan kan ik dit nog eventjes editen. En dan, ja, dan kan ik gewoon dadelijk ook gewoon lekker gaan slapen. Nog heel eventjes de vaatwasser doen, een beetje opruimen. Voor de rest ga ik niks meer boeiends doen. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende ups en down. Doei!